De woonwagenbewoners die kamp op hadden gezet naast de Milieustraat in Elst zijn donderdag vertrokken. Niet de gemeente uit, maar naar een veld aan de Groene Straat. Dinsdag heeft de rechter de bewoners opgelegd om hun kampement op te doeken omdat het in strijd was met het bestemmingsplan. Of ze actie mogen blijven voeren op het terrein aan de Groene Straat is nog niet zeker, maar de bewoners laten weten door te gaan met betogen.